Thank you.
Wat mooi. Ja. Heel bijzonder. Ja, ik denk dat 80% is dat. Ja. 81, denk ik. Ja. Heel leuk. Ja. 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 Ja, echt ook mooi wat we met elkaar kunnen leren. Ja. Ik ben zelf ook klimaatactivist, dus het is ook weer een andere tijd natuurlijk. Ja. Ik heb heel veel hetzelfde. Ja. Ja. Nodig. En het gezet nodig. Absoluut. Ja. Ja, dat draait ook wel lekker. Ja. Ja. Van alle tijden. Dus dan kun je Nou, we gaan er. Yes, een heel hartelijk applaus voor de mama van Jente, de gloednieuwe band waar jullie luisteren. En later vanavond dan horen we hen nog een keertje terug. Maar we gaan allereerst beginnen met het programma. Welkom allemaal bij de 12e editie van Amsterdamse Iconen, waarin we Amsterdammers interviewen over hun werk, hun leven en hun band met Amsterdam. En vanavond gaan we in gesprek met medeoprichter van de Provo-beweging Roel van Duin. Dat weten jullie waarschijnlijk allemaal. Alvast even een heel hard applaus. Ja, heel goed. En voor dit programma hebben we wisselende moderatoren. En vanavond ben ik de moderator en ga ik Roel interviewen. En mijn naam is Martine Doppen. Ik ben klimaat- en mensenrechtenactivist. En ik woon hier in Amsterdam. En ik werk onder andere bij Reclame Fossielvrij van de Fossielvrijbeweging. Dus ik vind het super interessant om ook vandaag met een klimaatactivist van de jaren 60 en nog even rond die tijd om in gesprek te gaan om ook van elkaar te leren. Na het programma, dus gaan we een uur een programma doen waar ook het opgenomen wordt voor AT5. Dus we gaan dadelijk de introductie gewoon nog een keertje doen. Voelt een beetje ongemakkelijk, maar dat is even voor de opname. En na dat uur kunt u ook vanuit de zaal kunnen jullie vragen stellen aan Roel van Duin. En dan gaan we ook wat meer in gesprek over eigenlijk wat kunnen we in deze tijd leren van de generatieactivisten zoals Roel. Een aantal huishoudelijke mededelingen nog. Waarschijnlijk hebben jullie het al gehoord, maar als je liever niet gefilmd wil worden, dan is het verstandig om aan deze kant van de zaal komen te zitten, aan de linkerkant. Dus als je niet gefilmd wil worden, kan je nu nog opstaan en aan deze kant plaatsnemen. En dan deze zaal, die komt lekker op de camera en dan kun je misschien straks jezelf terugvinden op AT5 of op Salto. Zijn er voordat we gaan beginnen nog vragen vanuit de zaal? Of zijn jullie er gewoon helemaal klaar voor? Ja, ik zie geen vragen. Nou, dan gaan we zo beginnen. Welkom allemaal bij de 12e editie van Amsterdamse Iconen. Vanavond gaan we in gesprek met Roel van Duin, want in deze reeks interviewen we Amsterdammers over hun leven en hun werk en hun relatie met Amsterdam. En Roel van Duin is medeoprichter van de Provo-beweging. Hij is klimaatactivist, politicus. En hij is hier met ons vanavond. Geef hem een heel hartelijk applaus. Roel van Duin. Heel leuk om jou te zien. Dank je mag. Kijk, mag je hier naast staan, ligt een microfoon. Zo, nou, daar zitten we dan. Ook nog één ding wat ik begin te vertellen. Dit programma van Pakhuis de Zwijger is gratis. Maar wil je nou vriend worden van Pakhuis de Zwijger, dan kan dat door te gaan naar dezwijger.nl/wordvriend. Wordt enorm gewaardeerd. Daarvoor kunnen de mensen die online kijken, die kunnen op hun scherm ook de QR-code scannen. En dan vind je vanzelf je weg op de website. En alvast heel hartelijk bedankt daarvoor. En de mensen thuis bij Salto en bij AT5, heel hartelijk welkom. De volgende keer als u wilt, kunt u ook hier aansluiten in de zaal. Nog een betere beleving van het hele programma. En hier zitten we dan, Roel. Ja. Ja, hoe voelt het eigenlijk om hier te zitten? Ja, als Amsterdams icoon. Je mag een beetje in je microfoon praten. Zo. Een soort verjaardagsgevoel krijg ik ervan. Maar ik wou zeggen, ja, ik ben een half jaar niet in Amsterdam geweest. Ik was in Duitsland. En ik heb sinds 2 weken woon ik in Zutphen. Dus ik kom hier, ik ben hier eigenlijk gekomen
met het gevoel van, ik kom van buitenaf. Maar dat verloor ik heel snel, want ik kreeg ook het idee van, ja, Amsterdam is eigenlijk niet een geografisch begrip, het is een mentaal begrip. He, van, wees jezelf en zorg voor opstand en zorg ook voor directe communicatie. En tegelijkertijd had ik een treurgevoel, want ik dacht, ja, toen ik hier even niet was, is Wilders gekozen tot de belangrijkste politicus van het land. En dat geeft mij een gevoel van verzet. Er is verzet tegenover. Dat vind ik verschrikkelijk dat dat gebeurd is. Had nooit mogen gebeuren, want het is, ja, het is een geschenk voor Poetin, het is een rotklap voor Oekraïne en het is een domper op het streven naar democratie van het Nederlandse volk. Ja, precies. We gaan gelijk de inhoud in, de politieke inhoud. Heel goed. En je zit hier als Amsterdamse icoon en inmiddels woon je in Zutphen, zoals je net vertelde, voor 2 weken nu. Ja, dat heet sinds kort heet het Klein Amsterdam. Klein Amsterdam, ja, heel goed. Ja. Wat mooi. Niet betekent dat Amsterdam groot Zutphen is. Nee, 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 precies. Nee, helemaal niet. Absoluut niet. Nee. Maar wat betekent Amsterdam eigenlijk voor jou? Ja, een soort bakermat. Hè. Ik kom uit Den Haag. Daar heb ik mijn eerste activisme gepleegd. Door een demonstratie tegen de atoombom. En toen is er iets met mij gebeurd. Ik werd van school gestuurd enzovoort. En toen dacht ik moet naar Amsterdam, want dat is de stad waar de revolutie een kans heeft. Ja, dus daarom ben ik naar Amsterdam gekomen, ja. En ik had een raar gevoel over dat ik van school was gestuurd, omdat ik tegen de atoombom in actie was gekomen. Want ik dacht, ja, als het zo is dat je gestraft wordt als je voor vrede en tegen atoombommen bent, ik mocht geen eindexamen doen, dan is er iets helemaal mis met de maatschappij. Dan moet het allemaal heel anders. En ik was gaan denken wat dan de grondfout was. En ik vond uit dat het was dat de maatschappij autoritair georganiseerd was. Daar wilde ik tegen de opstand komen. En ik ging van alles en nog wat lezen. Onder andere van Bakunin, de God en de staat. En daarin las ik dat alles ondersteboven moest eigenlijk. En, ja, precies. En dacht ik, nou ja, dan ga ik dat in Amsterdam organiseren. Zodat mensen die voor vrede zijn niet meer van school gestuurd worden. Ja, precies. Ja. Dus je woonde in Den Haag en in je jeugd ging je naar Amsterdam. Ja. Amsterdam is dus eigenlijk een plek altijd geweest van verzet. Bij jouw activisme begon. Dus wij wouden ook hier in Amsterdam zo'n demonstratie tegen atoombom organiseren. Mijn vriend Hans en ik zijn op de poeg vanuit Den Haag naar Amsterdam gefietst, zal ik maar zeggen. In de winter. In de winter. Wat is de dat? Poeg. Ja, die hebben die een poeg. Dat weet jij niet meer. Maar dat was een bromfiets. Een van de eerste bromfietsen. Ja, op de poeg ging even naartoe. En wij spijbelden eigenlijk. We zaten hier op een nacht in een hotelletje op de Herengracht. Dat kon toen nog, dat was toen nog heel goedkoop. En toen kreeg ik mijn vader aan de telefoon, die was heel kwaad. En die zei, kom onmiddellijk naar huis, Roel, want... Nee, hij zei Roeland, dat zei hij altijd. Oh, ja. Dat het serieus was, ja, hè? Ja, ja. Want ik ben opgebeld door de rector van de school en die heeft gezegd, meneer Van Duin, u moet uw zoon naar een psychiater sturen of hem van school nemen. Aan u de keus. En mijn vader was radeloos. Hij zei, ja, ik heb nog maar 400 gulden op de bank. Je moet onmiddellijk terugkomen en zorgen dat je eindexamen doet. Maar ik zei, nee papa, ik heb een politieke opdracht. Wow, kan niet komen. Ja, dat kwam ineens zo in mij op. Maar ik dacht, daar kan hij niet tegenop.
inderdaad, toen gaf hij het op. Ja, precies. Ja, ja. Ja. En toen hebben wij dus op de Heilige Weg een demonstratie tegen de atoombom. De wereld geen Hiroshima enzovoorts. Exact, ja. Ja. Ja, dus de bom-de-bombeweging. Ja, ja. En we zagen net ook al achter even de Heilige Weg. Ja. Dit programma van Amsterdamse Iconen. Daar gaan we eigenlijk langs een reeks van verschillende bijzondere plekken in Amsterdam. En Roel heeft die plekken zelf ook uitgekozen. En de eerste plek die we dus waar langs we gaan is de Heilige Weg. Ja. En dat is dus waar die protesten van tegen de bommen, tegen de atoombommen plaatsvonden. Ja, ja, ja. Kun je daar iets meer nog over vertellen? Hoe ging dat toen? Wat deden jullie daar? Hans en ik die hadden op die poeg een adresseboekje bij ons, dat we in Den Haag al hadden aangelegd, van allerlei mensen in Amsterdam die wij dachten van, nou, die kunnen we bezoeken om te vragen om mee te gaan doen aan die demonstratie. Onder andere Simon Vinkenoog, en Jan Kramer en Ed van Tijn stond er ook op. En al die mensen die gingen wel eens af op die poeg, van kom ook zaterdag naar de Heilige Weg. En inderdaad, er kwamen 30, 40 mensen, dat vonden we wel prachtig. En wij aten in de Mensa op de Damstraat. En we logeerden ook bij een vriendin van ons. En het is heel duur te staan gekomen, want we hingen op haar balkon, op een laken hingen we daar, waarop we geschreven hadden bandenbom. Ja. Het hingen we, het was ook bij de Damstraat, naar buiten. Maar toen ontmoetten wij die vrouw, of die studenten, aan het eind van de avond. En die was er boos op en ze zei, ja, mijn hospita heeft de huur opgezegd. Vanwege dat spandoek? Want er hing alleen zijn spandoek van het balkon. Ja. Nou, ja, pech. Lisette Lewin heette ze trouwens. Ze is nu ook schrijfster. Dus, ja. Dus niet iedereen was toen er nog helemaal met jullie eens. We leefden toen nog een heel andere wereld. Want kijk, dat wij van school waren gestuurd, dat was natuurlijk inderdaad een heel autoritair optreden van die rector geweest. Die had dat zomaar eventjes beslist in zijn eentje. Tegenwoordig zouden er dan allerlei vergaderingen komen. Je zou naar de rechter kunnen lopen en de pers erbij halen en van alles. Maar toen niet. Nou, die rector die besliste dat gewoon en dan was het een feit. Maar goed, het is helemaal goed gemaakt, het Montessori Lyceum in Den Haag. Want wat gebeurde er anderhalf jaar geleden? Ik werd uitgenodigd door het Montessori Lyceum in Den Haag om daar een lezing te komen houden in de aula voor de hele school en de leraren over complottheorieën, want daar had ik een boekje over geschreven. Maar voordat ik het woord kon nemen, verscheen de rectrix op het spreekgestoelte en die zei, beste Roel van Duin, we hebben nog iets goed te maken met jou. Ah. We geven je alsnog het diploma. Wauw, wat bijzonder. Ja, dus was ik heel erg. Nou, even een goed applaus voor dat diploma, hoor. Ja. Dus het is weer helemaal in het reinen gekomen. Nou, cirkelen rond, hè. Het duurde wat jaren, maar het is toch wel gelukkig met het diploma. Ja. Maar ook mijn verhouding met de atoombom is ingrijpend gewijzigd. Want ik was daar dus altijd tegen. Maar nu houd ik me al sinds lange tijd wel bezig met Poetin en zijn oorlogen. Zijn oorlogen tegen allerlei landen en nu tegen Oekraïne. Mm-hmm. En tegen de democratie. En ik zie in de wereld dat de verhoudingen volkomen scheef lopen. En heel erg in het nadeel van Europa. Dat in Amerika de kans groot is dat Trump weer president wordt. En dat wij dan eigenlijk aan Poetin worden overgeleverd. Dus ik vind nu, tragisch genoeg, vind ik dat Europa een atoomschild nodig heeft om Poetin af te schrikken. Ja, we gaan het later. Het is mooi dat je dit noemt, want jouw vorm van jouw activisme is ook wel een beetje veranderd over de jaren. Ja. We gaan heel veel terug naar eigenlijk de Heilige Weg. Ja. En daar ben je eigenlijk in aanraking gekomen met het anarchisme. Ja. Ja, wat heb je toen daarover geleerd? Kun je dat vertellen? Ja, kijk, ik werd uitgenodigd door de redactie van De Vrije. De Vrije was een anarchistisch tijdschrift. Mm-hmm.
Dat was nog opgericht door Domela Nieuwenhuis in de 19e eeuw. De heiland van de arbeiders in die tijd. En het heette toen nog de Vrije Socialist. En zij dachten, nou, dat zijn leuke jongens, die willen wat. En die hebben belangstelling voor anarchisme. En anarchisme was heel uit de mode. Want Nederland was een heel braaf land geworden. Dus ja, wij met die anarchisten, dat was eventjes leuk. Maar zij vonden het niet leuk dat ik ineens over happenings begon te schrijven. Want zij dachten, dat heeft met de arbeidersklasse niks te maken. Ah. Dat is een dwaalspoor. Ja, precies. Wel, laten we die happenings, daar komen we straks ook nog even op terug. Dus ze zeiden van, nou, ga jij maar lekker op jezelf iets beginnen. Want dit is toch niet helemaal een goede combinatie met ons. Maar toen dacht ik, ja, ik ga een tijdschrift beginnen. Ik weet het zeker, want die revolutie moet er komen. En ik had daarvoor natuurlijk een schrijfmachine nodig. Ja. Anders begin je niks. Dus ik kostte 75 gulden, dus ik moest geld verdienen. Ik ging werken toen op de Amstelbrouwerij, 2 weken. En daar heb ik ontzettend veel geleerd. Ik stond namelijk achter de lopende band. Ik moest doppen op flessen schroeven. En ik vroeg aan die arbeiders die daar in vaste dienst waren, hoe zouden jullie het vinden als je thuis kon blijven, het geld gewoon toegestuurd kreeg en dat je je dan helemaal aan de revolutie kon wijden. Nou, dat is mooi. En wat vonden ze daarvan? Ja, dat vonden ze een heel raar idee. Een raar idee? Waar ze eigenlijk niks mee konden. Ze zeiden, nee, ja, maar waar leef je dan voor? Je leeft toch voor om te werken? Ja. Poeh. Dus je kwam eigenlijk bij de Amstelbrouwerij binnen om de revolutie te beginnen? Dat was een ontdekking van mij. Ja. Ik dacht, ja, dat proletariaat waar anarchisten zo over opgeven steeds, dat maakt helemaal geen revolutie. Die willen helemaal geen revolutie. Die willen een beetje geld verdienen en dan ijskasten kopen en auto's. Dat was toen ineens de grote mode, want mensen begonnen een beetje geld te krijgen. En mensen begonnen een beetje te consumeren. Ja, dus ik dacht, nou, dat gaat niet met het proletariaat, dat wil consumeren en helemaal geen revolutie maken. En ik stond dus voor een enorme vraag, wie wil dan eigenlijk wel een revolutie? Wie maakt dat revolutie? En toen dacht ik, ja, dat zijn dan waarschijnlijk jongeren, zoals ik zelf. Ja. En aangezien ik van plan was om de tijdschrift Provo te gaan noemen, vond ik ook meteen uit dat het profotariaat de revolutie moest gaan maken. Dus de jongeren die niet gebonden zijn aan de economie en die een opstandige mentaliteit hebben. Ja, precies. Dus bij de vrije, dat is het blad, en dat ging vooral eigenlijk uit van de revolutie bij de arbeiders. Ja. Ging je bij het Amstelbrouwerij ging je werken en dan kwam je eigenlijk achter dat die arbeiders, daar gaan we de wereld niet mee winnen. Nee. En toen ben je eigen blad begonnen, Provoblad. Ja. En dat was gericht op het profotariaat. Profotariaat. En wat was dat, het profotariaat? Nou ja, dat was dus de nieuwe D-klasse, noemde ik dat. Niet een klasse, maar een D-klasse. Van opstandige jongeren. En dat konden ook nozems zijn. Mm-hmm. En beatniks, maar ook kleuterjuffrouws. Alle mogelijke mensen. In het eerste nummer van Provo stonden die allemaal opgezonden. We konden ook vakuurs zijn of charlatans. Alle mogelijke mensen die ongebonden zijn, die niet in het systeem vastzitten. Ja, precies. Ja. En in die tijd dat je dat blad oprichtte, toen waren er heel veel happenings. En dat noemde je net ook al. Ja, en dat, die werden georganiseerd door anti-rookmagier Robert Jasper Grootveld. Ja. En kan je uitleggen wat zo'n happening precies was? Nou ja, kijk, eerst ging ik dat tijdschrift produceren in de Katharsestraat. Daar woonden wij dan, in de Jordaan.
mijn vriendin Carla en ik en op zolder woonde Rob Stolk en nog wat andere mensen eromheen. Robert Jasper Grootveld, die woonde straatjes verderop in de Angeliersstraat. Dus wij waren een clubje van zo 7 of 8 jongens en meisjes. En wij gingen ook naar die happenings toe met dat tijdschrift Provo. Maar dat tijdschrift Provo had dus een heel eigenaardige geschiedenis toen al, toen we met die happenings in aanraking kwamen. Want al bij de productie van het eerste nummer greep de politie in. Ah. Ik had een sensormachine gekocht voor 30 gulden. En een oude sensormachine. En we hadden dat blad geschreven, we stencilden dat. En toen werd er aangebeld door die politiemannen van hé, wat zijn jullie hier aan het doen? Wij zien hier een opruiend geschrift. Mm. Dit is een huiszoeking. Maar gelukkig, terwijl ik die mensen te woord stond, was een van ons, Hans Metz, zo slim om snel een aantal exemplaren van Provo onder zijn arm te nemen. Dat was dit blad dus. Hè. Provo is zo getrouwd. We schreven dat woord Provo er met een Flowmaster met de hand op. En dit had ik bij hier op de Amstel bij Broeders Vlieger, bij Vlieger gekocht. En de achterkant was een solutie van fietsen. Die Hans Metz die sprong onder mijn bed en redde daarmee de helft van de oplage van de 300 exemplaren. Wow, en dat was pas de eerste oplage, dus toen gebeurde ja, dat al. Ja, dus wij werden afgevoerd naar het politiebureau. Wauw. Op de Elandsgracht, wat nog steeds in gebruik is voor dat soort doelen. Ja, maar ja, dus die Hans Metz en anderen waren zo slim om met de geredde exemplaren naar de kranten op de Nieuwezijds-Voorburgwal te gaan. Dat was toen nog, die zaten daar op een rijtje. Dus dezelfde avond stond al de inhoud van de tijdschrift Provo, dat in beslag genomen blad van provocerende jongeren, dat stond in de krant. Dus het was een enorm succes voor onze Provo-strategie. Hè? Dat je dus doet alsof je geweldig gevaarlijk bent. Dus je had er een klappertje ingeplakt en er stond onder pak een hamertje en breng het klappertje tot ontploffing. Dan maak je daarmee een begin van de revolutie in je eigen leven. Om die reden werd het als opruiend beschouwd. En daardoor kwam ook dus de inhoud dat wij anarchisme wilden, een maatschappij van niet bevelen en niet gehoorzamen kwam onder de aandacht. En ik had er ook in geschreven, wij weten wel dat wij de verliezers zullen zijn, want wij zijn zo'n maar een klein groepje jongeren met mooie ideeën en de autoriteiten die hebben helemaal geen boodschap aan ons. Maar daar gaat het ook niet om, het gaat erom dat je in het verzet jezelf leert kennen. Wat mooi. En dat is altijd dat is eigenlijk, geeft altijd bevrediging en dat hoort ook tot het doel van het leven. Nou, oké, dus ja, en toen gingen wij met dat blad Provo en met losse provocaties, kleine blaadjes, gingen we dus ook bij die happenings, mengden ons daarin. En toen is onze samenwerking met Robert Jasper Grootveld ontstaan, die een tijd lang heel goed was. En hij had als boodschap de waarschuwing tegen de verslaafde consument van morgen. Mm-hmm. En daar waren we helemaal met hem eens. Want de verslaafde consument had ik dus ook leren kennen bij de Amstelbrouwerij. Dus de verslaafde consument die denkt alleen van hoe kan ik meer gaan consumeren en denk niet van hoe zit het eigenlijk in de wereld en wat moeten we doen om een meer democratische maatschappij te krijgen die bovendien in goede verhouding is met de natuur. Exact.
Ja. Ja, dus die Robert Jasper Grootveld, dat was een anti-rookmagier, een kunstenaar ook, hè? Ja. Tegen de consumptiemaatschappij, van de verslaafde consument van morgen. Ja. En zij deden dat bij standbeeld Het Lievertje, toch? En dat was eigenlijk een symbool van de verslaafde consument van morgen. Ja. Wat bedoel je daar eigenlijk mee, met de verslaafde consument van morgen? Nou ja, dat is de mens die in de jaren 50, 60 een gewoon verschijnsel werd. Die dacht van dingen kopen om meer comfortabel te leven. Dat is het doel van het leven. Dat was een nare, zieke mentaliteit die opkwam. Misschien ook wel begrijpelijk, want Nederland had natuurlijk armoedige tijden achter de rug. En eigenlijk was het nog vrij kort na de oorlog ook. Maar er werd niet genoeg de nadruk op gelegd dat wat opgebouwd moest worden, dat ook een goede geest had. En dat democratisch moest zijn en dat je moet strijden voor democratie. En dat het bovendien ook in harmonie met de natuur moest zijn. De natuur was een hobbygebied. Ja, dat is het voor mensen zoals Wilders en zo, is dat nog steeds een linkse hobby. Het is verschrikkelijk dat terugkeert, dat thema. Maar goed, zo is het dus. Die jaren 50 mentaliteit, die is nu weer de kop opgestoken. Want nu leven we dus eigenlijk in de wereld waarin die verslaafde consument van morgen volwassen is geworden en de macht heeft gegrepen. Ja, exact. Ja. Wij dachten dus een tijdje dat boven verwachting onze revolutie aansloeg. En dat was ook wel in zekere zin waar. Kijk, in het begin dachten de mensen van, ja, ze zijn een beetje gek geworden, die jongens en meisjes. En er moet een concentratiekamp komen voor provo's op Terschelling. Oh wauw, zo hadden ze jullie weggezet. Ja. Ja, dat was een ideetje van de Telegraaf. En de mensen werden geïnterviewd in Nederland. Wow. En die 60% was voor. 60% was voor? Ja. Ongelooflijk. Ja, ja. Nou, ik denk dat de helft van die mensen nu op Wilders stemt. Ja. Ja. Maar toch, na verloop van tijd, werden wij geïnterviewd voor kranten en de vraag kwam ook op van, ja, maar wat willen jullie dan in de plaats van het bestaande orde? En wij kwamen toen met allerlei witte plannen. Mm. Zoals het witte fietsenplan, het witte woningenplan, het witte wijvenplan, biologische landbouw en van alles en nog wat. Ja, precies. Dus en toen ging het licht op dat ze dachten, nou, ze zijn toch wel intelligente jongens en meisjes die nadenken. Ja, ik snap. Toch wel leuk. En ze nodigden ons uit om lezingen te geven enzovoort. Ja, dus eigenlijk die happenings, die werden al georganiseerd. En het waren groepen mensen die iedere zaterdag ook bij elkaar kwamen. Dus bij dat standbeeld, het Lievertje. Ja. En jij met de Provo-krant en de mensen van daar, die maakten ook eigenlijk die beweging en die happenings die er waren, politiek. Ja. En daar kwamen ook hele concrete plannen uit. Ja. En dat waren de witte plannen dus, het witte fietsenplan bijvoorbeeld. Ja. Ja, hier zien we zo'n fiets. Ja, wat was het witte fietsenplan precies? Nou ja, de fiets is iets, maar bijna niets. Het is een uitstekend milieuvriendelijk vervoermiddel. En in die tijd was de auto, dat was het grote ding. Hè. Dat was het ding van de toekomst. Dat was voor de arbeidersklasse was dat een ideaal. Iedereen wou een auto. En de grachten stonden vol met klaksonerende auto's. En de lucht werd slecht in het centrum. Hè? Dus wij zeiden van Amsterdam autovrij, te beginnen met het centrum van de stad. Er moet een magische cirkel omheen en daarbinnen moet dan de witte fiets. Hè? Die moet overal makkelijk te pakken zijn op straat. En er moeten fietsenstallingen door de gemeente voor worden aangelegd. En het was een prima plan. We hebben het ook toen in de gemeenteraad, want op een gegeven moment zijn we gekozen in de gemeenteraad, hadden één zetel in 1966.
voorgesteld, maar het werd niet aangenomen. Toch heeft het wel effect gehad, want kijk, het was natuurlijk ook een beetje een symbolisch plan om de fiets als zodanig onder de aandacht te brengen. Want de fiets werd in die tijd gezien als iets wat eigenlijk alweer een beetje van het verleden wordt. Iedereen fietste nog, maar het ideaal was de auto. Maar vanaf dat wij begonnen zijn met het witte fietsenplan, is toch langzamerhand het denken op gang gekomen over de terugkeer van de fiets. En wat we ervan over hebben gehouden is dat Amsterdam het grootste fietspadennet heeft van de hele wereld. Exact, ja. Inderdaad, dat heeft groot verschil gemaakt, ja. En dat witte fietsenplan, dus jullie zetten overal in Amsterdam eigenlijk witte fietsen neer. En die waren voor iedereen toegankelijk. Ja. En wat gebeurde er toen? Wat vonden de mensen daarvan? Wat vond de politie daarvan? Nou, de politie die vond het heel raar. Die nam ze in beslag. En die bracht ze naar een afbraakplaats voor fietsen. Onder het motto van, ja, de provo's nodigen uit tot diefstal. Omdat de witte fiets een fiets was die je kon nemen als je hem nodig had. Die geen persoonlijk bezit was. Maar ja, zoals ik zei, het denken daarover, over die fiets veranderde. En langzamerhand begonnen de mensen ook te begrijpen van er is iets aan de hand met het milieu. Want eerst was het woord milieu, dat bestond eigenlijk alleen maar in de zin van het criminele milieu. Ah, oké. Okay. Dus het woord milieu dat was, als, het was als niet leefomgeving, maar verdachte mensen, criminelen. Ah. Ja, en toen, doordat al die milieuacties van ons, werd toen langzamerhand het milieu gezien als wat het is, een leefomgeving. Leefomgeving. In 1969 heb ik een gesprek gehad met een Amerikaanse anarchist die mij bezocht. Hij heette Murray Bookchin. Hele goede schrijver. En die zei, ja, weet je wat, door het verbranden van die fossiele brandstoffen brengen wij iets op gang wat we niet kunnen overzien. Dus al die auto's, al die fabrieken die dat doen, je zult zien, op den duur gaat de Noordpool smelten. Wauw, ja, dus dat had je eigenlijk toen al door, dat, die tijd. Ja, dat hebben we in 1969 hebben we dat idee ontwikkeld. Ik heb daar toen ook wel eens lezingen over gehouden in de Nieuwmarktbuurt. Maar ja, dat ging natuurlijk een beetje te ver. Hè. Ze dachten van, ja, dat is met die provo's met zulke sectarische ideeën over het melden van de Noordpool en zo. En dat, dat is natuurlijk iets wat onze beweging altijd achtervolgd heeft. Dus mensen dachten van, ja, het zijn rare jongens en meisjes met gekke ideeën. En dat omdat wij onze tijd te ver vooruit waren. Ja, dat is een speciaal soort van lot wat een mens kan hebben. Ik vind het niet erg. Het is helemaal zo. Maar het is wel hinderlijk, want je krijgt er geen macht mee. Hè? Je krijgt er geen macht mee. Toch schopte ik het nog tot wethouder van Amsterdam. Ja, precies. Ja, daar gaan we het dadelijk over hebben. Oh. Maar nog heel veel over die provo-beweging. Ja. Ja, je bent de tijd vooruit. Dat is heel, ook hier vanavond. Ja. Ja. Want de provo-beweging heeft heel veel provocerende dingen gedaan. Daardoor kregen jullie heel veel aandacht, ook van de politie. Ja. En je haalden super vaak ook de publiciteit. Ja. Waardoor het eigenlijk jullie ideeën ook heel groot waren. Mm. Ook al waren jullie misschien niet met zoveel mensen op dat moment in de beweging. Nee. Kun je nog iets meer vertellen van de tactieken die jullie deden? Want volgens mij veel van de tactieken die we vandaag hebben, zoals bijvoorbeeld sit-ins, dat is in die tijd, deden jullie dat ook, toch? Nou ja, wegen blokkeren. Ja, sit-ins. Maar wat voor provo kenmerkend was ludieke aanpak van acties. Ludieke, hè? Ja, en ja, wat zei dat zo al? Dus heel bekend is dat wij op een gegeven moment, toen happenings verboden waren, zijn wij krenten op straat gaan uitdelen, bij wijze van happening. Oké. Krent, omdat, zoals bekend, het woord krent komt van Korinthe, waar de apostel Paulus gepredikt heeft van geloof, hoop en liefde. En de liefde is het hoogste. Dus krent is duidelijk een symbool van liefde. Wat mooi.
Iedereen begrijpt het onmiddellijk. Ja, precies. Super duidelijk. Dus terwijl wij dus die krenten op straat erden, kwam de politie sluipend naar de berg. Zag dat wij aan het happenen waren door die krenten uit te delen. Arresteerde ons, zette ons gevangen, wegens krenten uitdelen. Wauw. En dat ging een heleboel mensen te ver. En ze vonden dat wel iets waardoor ze gingen lachen. Ja. En ja, daardoor werden wij een beetje populair. En konden we bijvoorbeeld een gemeenteraad zetten voor over en zo. Ja, super. Dus dat is een nieuwe, dat was een nieuwe aanpak, de ludieke aanpak. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Ja, de profbeweging heeft eigenlijk maar ongeveer 2 jaar bestaan. Ja. En toen zijn jullie ermee gestopt. Ja. En waarom eigenlijk? Ja, dat was misschien wel een vergissing. Jij was het zelf niet zo mee eens, of wel? Maar misschien is het ook een meesterzet geweest, ik weet het nog steeds niet. In elk geval, er werd verschillend over gedacht. Robert Jasper en Rob Solik waren erg voor. En ik wist het niet. Ik dacht, ja, hoe moet het dan verder met de revolutie? En toen we het helemaal hadden gedaan, want ik heb me er toen maar bij aangesloten. Toen werd ik eigenlijk doodziek. Het was alsof ik doodging. Wow. Omdat Provo dood was. Ja. En ik lag op bed en ik dacht werkelijk dat ik kanker had, zou gaan sterven. En ik kon me haast niet meer bewegen. Ik lag zwaar op bed en mijn vriendin zat huilend aan de rand van mijn bed. En de dokter die kwam en die onderzocht mij. In het begin heeft hij aspirine en daarna penicilline gegeven. Maar na een paar maanden kwam hij weer. En toen heeft hij mij een geniaal advies gegeven. Hij zei: Roel, jij ligt alleen maar te denken over hoe het verder moet met de revolutie na de dood van Provo. Jij moet iets heel anders gaan doen. Je moet eens op een boerderij gaan werken. Haha, want je hebt helemaal niks, zei hij. Je ligt alleen maar te piekeren. Toen, als bij toverslag, begreep ik hem. En ben ik gaan zoeken in het telefoonboek waar een boerderij kon zijn, waar ik kon gaan werken. En ik herinner me ineens het woord Loverendalen. Want mijn ouders aten namelijk volkorenbrood van een biologisch dynamische boerderij Loverendalen. En ik belde op, die boer die zei, nou ja, als je je baard afscheert, dan kan je bij ons komen werken. Ja. En dat heb ik gedaan. En toen heb ik heel veel van hem geleerd over hoe je de gewassen kon verbouwen zonder gebruik van pesticiden en kunstmest. Maar ondertussen was ik dus hevig bezig om te denken van hoe moeten we verder met de revolutie zonder Provo. Die vraag kwelde mij. En op een avond stond ik op de akker bij de aardappels te wieden, te schoffelen. En toen was er op de naburige akker was een aardappelloofklapper aan het werk. Boom, boom, boom. Die klapte het loof eraf en dan kon je de volgende dag de piepers met de hand eruit halen. Zo ging het in die tijd nog. En toen verscheen die boer, het was bij zonsondergang herinner ik me, en ik vroeg aan hem, krijgen wij nu ook zo'n aardappelloofklapper op de akker? Hij keek mij strak aan en hij zei, ben je gek geworden? Je hoort toch wat een lawaai dat maakt? Dat jaagt toch de kabouters weg? De kabouters weg? Ja. Ja. En die hebben wij toch nodig voor de groei van de gewassen? Ah. En ik liet dat op mij inwerken, gelukkig. En ik dacht, aha, nu weten we hoe we verder moeten met de revolutie, hebben de kabouters nodig. Exact, ja. Ik gaf hem mijn hand en ik in de trein naar Amsterdam, want het was op Walcheren daar. In de trein naar Amsterdam heb ik eerst een kaboutermanifest geschreven. En na een paar maanden heb ik hem opgebeld en ik zei, ja, nu zitten er 5 kabouters in de gemeenteraad van Amsterdam. Dus het heeft geholpen, die raad om de kabouters niet weg te halen, maar juist kabouters binnen te halen. Ja, precies. Want mensen moeten
zoals kabouters omgaan met de natuur, om de natuur te helen. He, kabouters die zorgen toch ook dat zieke dieren weer gezond worden. Exact, ja, nou, precies. Ja. En dat deden wij dus. Ja, dus je liet het Provo-huis, ja. Hebben jullie achtergelaten. Je hebt de Provo-beweging, hebben jullie samen ook begraven in het Vondelpark. Ja. Eigenlijk samen met jouw ziel. En die heb je later op de akker weer opgegraven. Ja. En toen kwamen de kabouters tot je. En toen ben je eigenlijk de overgang gaan maken naar de gemeenteraad. Je vat het goed samen. Ja, precies. Ja. Dus de volgende locatie is ook het oude gemeentehuis. Aan de ouderzijds Voorbrugge. Ja. 1999, daar zat hij toen nog. Daar speelde zich dat allemaal af, ja. En je hebt voor de Provo in de gemeenteraad gezeten. Ja. Eén jaar, want we hadden afgesproken, alle Provo's, de eerste vier Provo's steeds één jaar. Want dan roest je niet vast. Want we hadden een angst dat je niet politicus moest worden die vastgeroeid was. Ja. Dus je mocht maar één jaar. Maar dat ging zo goed dat ik er 30 jaar van gemaakt heb. Ik heb er 30 jaar van gemaakt. Ik ben de langste zittende gemeenteraad van Amsterdam geweest, geloof ik. Ja. Ja. Maar goed, die kabouter die heb je dus ook meegenomen. En je richtte de Amsterdam Kabouterstad op. Ja. Ja, kun je vertellen wat dat is? Nou ja, dat was het streven om Amsterdam dus een stad te maken die in overeenstemming met de natuur leeft. En waar de mensen met elkaar beslissen wat er gebeurt. Zo gebeurt. Dus de kabouters die leven van nature zo. Dus ik heb in de gemeenteraad gezegd, sorry, ik ben geen mens, maar ik ben een kabouter. En ik probeer van deze stad een kabouterstad te maken. En een van mijn eerste voorstellen was om op de daken van alle auto's daktuintjes te maken. Ah. Zodat die tuintjes de uitstoot van vervuilende gassen zouden compenseren. Wauw, wat goed. En liefst zo dat er in de straten geulen zouden komen waar dan die auto's in rijden. Zodat voorbijgangers op het trottoir alleen maar een soort bloemencorso voorbij zien komen. Ja. Wat geweldig. Ja, dus de ludieke acties eigenlijk van de Provo, die waren helemaal doorgewinterd tot aan de Kabouterstad. Ja, ja. Ja. Ja, en die Kabouterstad die bestond dus uit verschillende departementen. Ja. Waar bestond dat allemaal uit? Ja, de Oranje Vrijstaat heette dat. Opgericht op 5 februari 1970. Mm-hmm. Die departementen van die staat, hè, waren dus een staat zonder grondgebied. Hè, en dat breidde zich uit over Europa. Er kwamen ook soort kaboutersteden tot in Slovenië en in Polen toe. Dat heb ik pas later ontdekt, dat dat inderdaad behoorlijk was uitgezaaid. En die departementen, dat waren eigenlijk clubs van mensen die witte plannen gingen realiseren op verschillende gebieden. Dus het departement voor transport, die hield zich beter bezig met de fiets. En het departement voor huisvesting hield zich bezig met kraken van speculatiewoningen. En het departement voor voedsel en landbouw, dat hield zich bezig met biologische landbouw en met kabouterwinkels. Er kwamen toen kabouterwinkels in de stad. Eerst waren het consumentenkringen geweest, maar daar langzamerhand ook. En zo waren het op allerlei gebieden. En we hebben ook een volkshogeschool opgericht voor sabotage van macht en geweld. Daarin leerden wij dus hoe je bezetters door sabotage ongevaarlijk kunt maken. Wauw. Ja. Ongelooflijk. Ja. Dat idee dat was heel erg goed. Maar het eigenaardige was, dat wisten wij niet, dat werd geheim gehouden. Er was in Nederland een ondergrondse organisatie van de NAVO die precies hetzelfde deed. Alleen in het geheim. Ah. Want de Russen mochten dat niet weten. Oké. Okay. Wow. Ja, maar van ons zeiden ze, ja, dit is allemaal kinderspel, dat werkt helemaal niet. Nee. Dus dus langzamerhand verliep dat idee een beetje.
Ja, dus je hebt echt... En die organisatie van de NAVO, dat heet de Organisatie Inlichtingen, dat is een schuilnaam dus eigenlijk, die is in 1994 opgeheven in het parlement. Maar de leden van de Tweede Kamer wisten helemaal niet dat het bestond. Dus wat heffen we op? Ja. Ja, precies. Dus jullie waren eigenlijk... sabotage. Ja, dus misschien is het nu weer, zonder dat wij het weten, weer in actie gekomen. Ja. Ik hoop het eigenlijk. Van jouw politieke carrière en je activistische carrière, dat je eigenlijk heel veel dingen voorspeld al had. Ja. Of zelfs dingen in uitwerking bracht, ja, die anderen helemaal niet wisten. Ja, want kijk, omdat ik dus ook in de ban raakte van het idee dat de Noordpool kon gaan smelten. En dat de lucht steeds vuiler werd door verbranding van fossiele brandstoffen. Heb ik toen ik wethouder werd voor het energiebedrijf, heb ik meteen een werkgroep opgericht voor de bouw van windmolens en zonnepanelen, zonne-energie in huis. Dat werd ook als een krankjorum idee van mij beschouwd. Omdat atoomreactoren, daar zag men de toekomst juist in. In Amerika zei de atoomlobby dat atoomreactoren waren as safe as apple pie. Helemaal totaal ongevaarlijk. Terwijl, nog steeds is het probleem van het radioactief afval niet opgelost. Nee, dat is nog steeds een heel groot probleem, want die blijven tienduizenden jaren, blijft dat afval stralen. Ja. Ja, nu is dat weer, ik geloof ook door Wilders, is dat weer gebracht als een oplossing voor een probleem, wat hij trouwens ook niet erkent dat het bestaat, namelijk klimaatverandering. Ja. Ja, dus eigenlijk de ideeën, maar, de probleem hadden jullie al ontdekt, ja, klimaatcrisis kwam eraan. Ja. De oplossing was er toen ook al en nu jaren later zitten we nog steeds te struggelen met het uitvoeren eigenlijk van die oplossingen, van die windmolens hier in Amsterdam. Terwijl in die tijd als wethouder was je daar eigenlijk al lang mee bezig. Ja. Nog heel eventjes terug naar, want die kapoutenpartij, die hebben jullie gelijk, die kwamen de raad in, die hadden gelijk 5 zetels. Mm. En jullie kregen superveel publiciteit ook daarmee. Waar kwam die publiciteit allemaal vandaan? Want er was ook geen... Dat is ook al een beetje een nare ervaring, heb je toen meegemaakt, of niet? Nare ervaring? Je bent ontvoerd gewoon. Ik ben ontvoerd in die tijd. Ja. Nou ja, oké, was niet leuk natuurlijk. Ja, dat waren mensen van de Boerenpartij die mij ontvoerden. Ja. Boerenpartij, dat is ook een thema wat helaas weer teruggekomen is. De BBB heet het nu. Toen heette het Boerenpartij van Boer Koekoek. Het was zo. Op een avond was ik bij de buren naar de televisie gaan kijken, want dat had ik zelf niet. Ik liep naar huis en stond een reus voor de deur. En die zei tegen mij, Maria zit in de auto hoor. Ik had die avond namelijk een afspraak met een mij onbekende Maria, die wilde weten hoe je een huis kon kraken. Nou goed, dus die reus die drukte mij die auto in en de chauffeur die zei, gedraagt u zich waardig als een ambassadeur. Want ik was namelijk ambassadeur, namelijk van de Oranje Vrijstaat van de Kabouters. Ja. Ja. En nou ja, goed, ik ben toen naar België ontvoerd. Het was allemaal helemaal niet leuk. Ik zal de details niet verder vertellen. Maar ze hadden overal ook huis aan huis pamfletjes verspreid, waarin ze geld voor mijn lijk uitloofden. Trouwens veel te weinig geld hoor, 10.000 gulden maar. Dat was veel meer waard. Dus ik heb de volgende dag opgebeld naar de mensen die ik daarvan verdacht, van die Boerenpartij. En die zei, nee, we hebben niets mee te maken. Nee, mijn man was gisteravond rustig thuis en we hebben niets aan de hand. Maar ik zei, dat kan zo niet. En ik heb de politie erbij gehaald. En de politie heeft er heel lang over zitten treuzelen. En heeft nooit die mensen opgepakt. Ook niet nadat ze later nog een bom tegen de metro hebben gelegd. En ze al gevangen zaten, heb ik ook naar justitie geschreven van,
pakt ze dan ook wegens ontvoering van een volksvertegenwoordiger, want dat kan niet. Maar is gewoon helemaal niets gebeurd. Pas 5 jaar geleden, door allerlei acties die ik ben gaan ondernemen, hebben ze een excuses aangeboden dat er nooit iets nooit werkend van gemaakt is. Want de dader, die heeft 20 jaar later heeft die over de televisie gezegd, ja inderdaad, ik heb het gedaan, maar het is nu verjaard, dus haha, het was heel erg leuk, ik zou het nog graag nog eens een keertje zo doen. Wauw. Ja. Ja. Maar... Ja, dus eigenlijk door heel veel mensen van buitenaf, door de politie, die heeft jullie in de Provo-tijd, heeft jullie ook heel veel publiciteit extra gegeven eigenlijk, om jullie... Continu voor allerlei kleine dingen op te pakken die super ludiek waren. Later ben je een keer ontvoerd als gemeenteraadslid. Toen is die bom daar neergelegd. Dus al die publiciteit daar rondomheen. Ja, heeft jullie dat uiteindelijk heeft eraan bijgedragen, ja. Maar toch was de hoofdzaak gewoon de positieve acties van de kabouters. Ja, absoluut. Ja. We hadden bijvoorbeeld ook een departement voor, dat heette Haastje Naastje. Dat zorgde ervoor dat, dat mensen hulp gingen geven aan oudere mensen. Bijvoorbeeld van de leeftijd die ik nu heb. oudere mensen die werden verwaarloosd. En dat departement voor Haastje Naastje en die kabouters die oudere mensen te hulp schieten, dat zorgde er ook voor dat, ja, dat kabouters populair werden. Omdat de gedachte van de kabouters was eigenlijk die van de anarchisten, namelijk dat je door wederzijdse hulp een goede maatschappij kunt opbouwen. Exact. De een helpt de ander helpt de een. Ja. Nou, dus. en dat ging dus een tijd lang vreselijk goed. Ja. En daardoor kregen we ineens veel stemmen. Ja. Ja, exact. En toen ben je dus wethouder geweest en eigenlijk continu tijdens jouw tijd ook in de gemeenteraad... was best wel veel verzet ook vanuit de raad, van anderen. Niemand was echt heel erg blij met jouw aanwezigheid, want je schopte tegen alles aan. Ja. De burgemeester en ook de meeste andere wethouders, die verdachten mij dat ervan niet helemaal ten onrechte dat ik revolutie wilde. Ja. Ja. Maar het was zo, ik was in die tijd al een beetje gevorderd in de strategie. Ik had de twee-handen-theorie ontwikkeld. Met de ene hand moet je binnen de bestaande orde functies gaan bekleden en daar verandering op gaan helpen. De andere hand moet je van buitenaf actief demonstreren en ageren. En met die twee handen tegelijk kun je dan een grote omwenteling tot stand brengen. Nou, en dat vonden mijn collega's helemaal niet een goed idee. En ja, die wilde eigenlijk mij zo snel mogelijk weg hebben. En dat lukte eigenlijk heel slecht, want ik was enorm vasthoudend, ondanks alles, ondanks alle narigheid. En ik kreeg een beetje geluk, want op een dag was er dus die aanslag op de metro werken. Ochtends, terwijl het BMW vergaderde, kwam de burgemeester met een somber gezicht binnen en die zei, er is vannacht een bom gevonden. En wie heeft het gedaan? Vroegen wij natuurlijk, de wethouders. En Han Lammers, van de Partij van de Arbeid toen, die zei, ja, dat zijn natuurlijk de mensen uit de Nieuwmarktbuurt geweest, die tegen de aanleg van de metro in de Nieuwmarktbuurt waren. Ja, dus de activisten eigenlijk. Ja. Ja, een hele grote strijd geweest, want die metro die zorgde ervoor dat heel veel oude panden moesten worden gesloopt, terwijl die ook onder de Gelderse Kade had gekund. En dan was in alle opzichten was dat een veel betere variant geweest. Maar goed, dus zij wouden dus doen voorkomen alsof die mensen van de Nieuwmarktbuurt die bom hadden gelegd. En ze hadden al snel een verklaring in elkaar geflanst dat die mensen veroordeeld moesten worden uit de Nieuwmarktbuurt. Maar ik zei, ja, maar we weten helemaal niet of zij het gedaan hebben. Dus er moet een onderzoek worden ingesteld en niet zomaar eventjes mensen beschuldigen die je graag wilt beschuldigen. En
Ja, toen zeiden ze, nou ja, jij bent een fascist, dan moet je maar een eigen verklaring uitgeven. En zij gaven dus die verklaring wel uit, waarin ze die Nieuwmarktbuurtmensen beschuldigden. Maar de voorzitter van het werkcentrum de Oude Stad, Luud Schimmelpennink, een slimme provo, die nog steeds leeft, die zei, nou, we gaan naar de rechter, want het kan zomaar niet dat ze ons beschuldigen van bommen gooien, zonder dat daar een of andere aanwijzing voor is. En toen is het college van BMW minus wethouder Van Duin veroordeeld tot het aanbieden van excuses op alle voorpagina's van alle kranten in Nederland. Wauw. Dus ja. Ineens was ik een soort glanzende held geworden. Ja, precies. Ja, dus die onaantastbaar was. Ja. En daardoor kon ik het nog een tijd volhouden. Maar uiteindelijk ben ik toch afgezet wegens, ja, in de motie stond dat ik geestelijk afwezig was. Terwijl eigenlijk de enige die aanwezig was en het echt zag, dat was jij. Ja, en toen dacht ik, nou ja, oké, dan moet dat zo zijn. En toen ben ik boer geworden, biologische boer in Oost-Groningen. Ja, wauw. Ja. En uiteindelijk heb je toen nog 30 jaar bij je politicus geweest. Ja, toen ben ik gekomen. Ben ik eerst nog een tijdje bij het Europees Parlement geweest. Daarna ben ik weer gemeenteraadslid geworden van Groen Amsterdam. Ja. En De Groene, Amsterdam anders De Groene. En op het laatst nog weer voor GroenLinks. Ja, exact. Ja, in de stadsdeelraad Zuid. Ja. Ja. Wauw, wat een tijd bij de gemeenteraad. Je hebt een hoop meegemaakt. We gaan dan weer naar de allerlaatste locatie die jij hebt gekozen. En dat is de Slotenplas. En daar heb je de laatste 15 jaar gewoond. Ja. En daar heb je 3 belangrijke ontdekkingen gedaan over jezelf. Ja. Ja. En de eerste ontdekking is eigenlijk dat je 30 jaar gevolgd bent door de geheime dienst. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat is heel opmerkelijk, want ik ging toen ik wat ouder was, ging ik nog nadenken over die ontvoering. En toen sprak ik met iemand van het bureau Janssen en Janssen. Dat zijn mensen die speuren steeds de wegen van geheime diensten na. En die man die zei tegen mij, als je het antwoord wilt weten op de vraag waarom justitie en politie nood hebben ingegrepen tegen die ontvoerders, dan moet je eens je BVD-documenten opvragen. BVD was dus de geheime dienst van Nederland, de voorloper van de AIVD. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb een brief geschreven naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. En op een dag kwam er bij Rempel een doos met allemaal documenten die ik nooit had mogen lezen. Waaruit bleek dat ik vanaf mijn 18e jaar, vanaf die demonstratie in Den Haag tegen de atoombom, dat ik in de gaten ben gehouden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En ook later door de Amsterdamse geheime politie die ook bestaat. Toen ik vandaag op het adres kwam in de Slotenplas waar ik woon, vond ik een brief van een van die geheime agenten, want die had spijt gekregen blijkbaar, en die vond mij toch wel een sympathiek mens, waarin die mij voor dit komend jaar de beste wensen deed toekomen. Wauw. En dat doet die man al sinds die tijd. Die mensen die kwamen blijkbaar een beetje in gewetensnood. Want zij hadden dus een mooi baantje in het volgen van kabouters en zo. Wat totaal ongevaarlijk werk is. Ja. En ook wel een beetje amusant. En ze werden ervoor betaald. En het is niet zo ingewikkeld als bijvoorbeeld het volgen van iemand die wil gaan uitvinden hoe je de atoombom maakt. Wat gebeurd is door een Pakistanse geheime agent bij de Urenco. Waardoor Pakistan nu een atoombom heeft. Het waren natuurlijk heel dringende dingen toen te doen geweest voor die geheime dienst. Maar wat deden ze? Gingen kabouters volgen. Ja, exact. Ja. 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 Maar daarom kon het ook gebeuren dat dat tijdschrift Provo 1 direct in beslag werd genomen. Ja, want ze mijn weg gevolgd. En dacht, hey, die jongen wil een tijdschrift oprichten.
Het staat vast vol met opruiende dingen en daarom vielen ze dus binnen. Ja, nou, precies. We gaan heel eventjes nog even door, want we hebben een klein beetje krap zitten met de tijd. Want volgens mij kunnen we hier gewoon 2 uur nog door blijven lullen met elkaar. Ja, want je hebt nog een tweede ontdekking gedaan. Dat is namelijk dat je een boek moest gaan schrijven over een verzetsgroep in Hengelo. Dat heb je toen gedaan. Ja, ja. Ik had dus gegeven, in het verzet vind je jezelf, hè. Dat komt omdat ik me eigenlijk van jongs af al heb bezig gehouden met de Tweede Wereldoorlog. En met de mensen die toen in het verzet zijn gegaan. En ook met de mensen die niet in het verzet zijn gegaan. En ik ben daarover gaan schrijven. Ik heb sinds 2012 of zo, heb ik 4 boeken geschreven over het verzet. Maar ook mijn laatste boek over de mensen die fout zijn geweest. De biografie over Julia Opteneur, mijn boek Een Zoon voor de Führer. En ja, dat heb ik gedaan om uit te vinden wat eigenlijk de geestesgesteldheid is van de mensen die je nu populisten noemt. Maar die dus ook al in de jaren 30 geleefd hebben en die toen nazi werden of nationaal-socialist, hè, wat ongeveer hetzelfde is. Dat heeft me heel erg bezig gehouden en dat heeft me ook wel de ogen geopend voor het feit dat het vaak een beetje utopistische types waren, vol met complottheorieën. En dat is nu ook. Mensen die in complottheorieën geloven, die hebben vaak, in de verte zien ze glanzende beelden over hoe de wereld prachtig zou kunnen zijn als eenmaal de elite ontmaskerd en gedood is. Ja. Ja. Wauw. Dus eigenlijk heel veel lessen ook uit die tijd. Ja. Die zijn super relevant ook voor deze tijd. Ja. Ja. Nou, de laatste ontdekking die je hebt gedaan is dat je ook liefdesverdrietconsulent moest worden. Ja. Je hebt veel meegemaakt in het leven, veel liefde gekend en ook veel verdriet daar gekend. Ja. We gaan daar even later op in met het publiek ook, want we willen nog even een afsluitende vraag ook voor de kijkers van AT5. Want daar moeten we nu eigenlijk afscheid van gaan nemen, want we lopen een klein beetje uit. Wat zou jij de Amsterdammers die kijken en die hier in de zaal zitten mee willen geven uit jouw tijd als activist en als politicus voor deze tijd? Ja, nou ja, dat je in verzet moet komen tegen onrecht, tegen onderdrukking. En tegen het verkwanselen van de natuur. En tegen despoten, zoals bijvoorbeeld Poetin, die in zijn eigen land alle vormen van zelfstandig denken aan het doden is. En oorlog voert tegen de democratie. En dat we ook in het verzet tegen moeten komen tegen de mensen in Europa die dat streven op de een of andere manier ondersteunen. Want ook Wilders heeft dat gedaan door naar Rusland te reizen en Poetin aan te prijzen als iemand die we in Europa zo vreselijk missen. Dat soort mensen die verspreiden ook de complottheorieën, waardoor wij geestelijk ontwapend moeten worden om in verzet te komen tegen despoten en tegen de dictatuur van Poetin. Want dat soort mensen die zeggen van, nou ja, wij worden door een valse elite beheerst. Die is het allergevaarlijkste. Die moeten we onschadelijk maken. En allen die tegen die elite zijn van ons, zoals Poetin, dat zijn in principe goede mensen. Die staan aan de goede kant. En die moeten wij dus steunen. Zeggen dus de complotdenkers en de collaborateurs zoals Wilders en Le Pen en in Duitsland de AfD en in Hongarije Orbán enzovoort. Exact, en, ja. Dus daar moeten we tegen in opstand komen.
Wij moeten in opstand komen. Dat is een hele mooie laatste boodschap aan de kijkers thuis. We gaan hier in de zaal nog eventjes verder, maar we nemen afscheid van de kijkers bij AT5 en bij Salto. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Binnenkort zijn we hier terug met een volgende aflevering van Amsterdamse Iconen. Als je weer van dit programma wil zien, kijk dan op pakhuisdezwijger.nl of kom hier de volgende keer gezellig bij ons in de zaal zitten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Nou, we hebben nu afscheid genomen van de mensen thuis, maar we kunnen gewoon hier nog even door en hebben ook wat meer ontspanning om uitgebreider ook op de vragen in te gaan, want we moesten even een beetje haasten aan het eind. Ja. Wil je nog iets vertellen over jouw leven als liefdesverdrietconsulent? Want dat is toch wel echt een bijzonder beroep eigenlijk, een bijzondere rol die je zelf hebt toegekend ook. En die waren we niet helemaal aan toegekomen. Wil je daar nog iets over vertellen? Willen jullie dat ik daar iets over vertel? Ja, volgens mij wel. Ja. Nou ja, ik had vreselijk liefdesverdriet in het jaar 2003. Een jaar lang heb ik achter een vrouw aangelopen op wie ik mijn liefde richtte. Ik dacht dat zij was de enige, de ware. En ik plakte 's nachts briefjes met liefdesbriefjes op de zadel van haar fiets. En ondertussen schreef ik natuurlijk ook, zoals gewoonlijk. En ik verdiepte me in de vraag, wat is dat nu eigenlijk, liefdesverdriet? En geleidelijk kwam ik erachter dat het is dat je meer van iemand houdt die niet van jou houdt, dan dat je van jezelf houdt. Ja, dat veroorzaakt een enorme pijn. Ja. Want het is gezond als je van jezelf houdt, op een positieve manier. He, natuurlijk ook van anderen, maar dat je ook jezelf in ere houdt. En, ja. Dus met die ontdekking heb ik daar een boek over geschreven. En heb ik met mensen gepraat die ook liefdesverdriet hadden. En die ben ik adviezen gaan geven. En doordat ik die adviezen aan hen gaf, luisterde ik ook naar mijn eigen adviezen die ik aan hen gaf. En dat hielp mij dan ook weer om helemaal los te raken van het liefdesverdriet. En kreeg ik er steeds meer inzicht in. En toen ben ik het gaan omdraaien tot iets positiefs, dat ik degene was die mensen van liefdesverdriet af kon helpen. En toen heb ik daar een praktijk voor geopend. En ja, inderdaad, ik heb wel honderden, misschien wel duizenden mensen van liefdesverdriet geholpen zich te bevrijden. Ja, want je moet het natuurlijk altijd zelf doen, maar iemand kan je er wel bij helpen. Ja, en eigenlijk dus mensen geholpen om van zichzelf te gaan houden. Ja, dat is het, ja. Wow, maar ja, liefdesverdriet is een heel onderschat verschijnsel. Het kan vreselijk hevig zijn. Ik heb ook gemerkt, er bestaan eigenlijk 3 graden van liefdesverdriet. Zoals er ook 3 graden van brandwonden zijn. Het eerste is dat je... De eerste graad liefdesverdriet is dat je het een aantal maanden hebt, dat het erg is, maar dat je je dan toch geleidelijk kunt wennen aan de gedachte dat het een verloren strijd is en dat je op jezelf kunt leven en een ander kunt gaan zoeken. De tweede graad liefdesverdriet, dat komt vrij veel voor, en dat is dat het blijft zeuren. Jarenlang. En dat je daardoor niet goed in staat bent om een andere relatie aan te knopen. Omdat je steeds weer denkt van ja, maar als ik hem of haar vergelijk met mijn ex, dan is het toch eigenlijk niks. En dat doet heel veel verdriet. Heel veel narigheid brengt dat. En de derde graad liefdesverdriet,
dat is dat je op het randje komt van zelfmoord of zelfs tot zelfmoord overgaat. Wat ook wel eens gebeurt, want ik heb ook wel eens patiënten gehad, liefdesverdrietpatiënten die ineens helemaal verdwenen waren. Wauw, ja. Heftig. Ja, ja, pijnlijk, ja, heel pijnlijk. Ja, wat mooi dat je ik had ze gelukkig wel aangeraden om ook naar een psychiater te gaan. Want ja, precies. Vaak is er dan ook iets anders in het spel dan alleen maar liefdesverdriet. Ja. Want het, ja, het is natuurlijk ook wel iets wat verbonden is aan een karaktertrek. Ik beschouw mezelf als een enigszins normaal mens. Dus ik dacht, ja, ik kan er wel tegen. Ja. Hè? Ik kan er wel tegen, maar toch, ja, omdat ik inderdaad heel erg van haar hield, ben ik er een jaar mee bezig geweest. Maar dat heb ik dus tot een heel vruchtbaar jaar gemaakt, omdat ik daar een beroep van ben gaan maken. Ja. Ik heb 15 jaar lang steeds mensen van liefdesverdriet helpen te genezen. Ja, en als er mensen hier in de zaal zitten met liefdesverdriet, kunnen ze dan straks ook nog even bij je langskomen? Kunnen contact met mij opnemen, ja. Dat is heel fijn. Ja. Ik ken niet zoveel liefdesverdrietconsulenten, dus ik weet al wie ik moet vinden binnenkort. Maar nu ben ik bezig een boek te schrijven over de oorlog tegen Oekraïne. Ja, dat is... Het is niet iets wat mij nu nog volledig in beslag neemt. Nee. We gaan nu even eigenlijk over naar een gesprek met de zaal ook. Je gaf een hele mooie laatste boodschap ook aan de mensen thuis net over het verzet dat je wilt terugzien in de samenleving. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, wie is er vroeger onderdeel geweest van dat verzet? Dus wie is er onderdeel geweest van een sociale beweging vroeger? Even de handen omhoog. Kijk, dat is denk ik ongeveer een zesde ongeveer van de zaal. Ja. En wie is er onderdeel geweest van een sociale beweging vroeger? En is dat nu nog steeds van deze mensen die hun hand opstaken? 1, 2, 3, 4, ja, natuurlijk Roel, 5, een handjevol mensen, 6. En wie is er op dit moment, was er vroeger geen lid van een, of onderdeel van een sociale beweging, maar is op dit moment wel onderdeel van een sociale beweging? Alle mensen die onderdeel zijn van een sociale beweging. Nou, nog niet zoveel. Dus we hebben ook nog wel even eigenlijk iets te bespreken met de mensen in de zaal, van hoe kunnen ze nou eigenlijk uiteindelijk onderdeel worden van dat verzet? Waarschijnlijk komen jullie ook hier om inspiratie op te doen, zodat jullie straks onderdeel daarvan worden. Van de mensen die nu op dit moment onderdeel zijn van een sociale beweging. Ik ben wel benieuwd, wat willen jullie graag leren eigenlijk van deze doorgewinterde activist? Zijn er vragen uit de zaal? Dan komt een collega achterin. Langs met de microfoon. Ja, kijk, daar hebben we een vraag. Die mevrouw daarachter. Oh, even wachten tot de microfoon. Hoe kunnen wij in deze tijd met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en vreemde, absurdistische complexiteit, zo zie ik het maar. Ik kan er geen touw aan vastknopen, maar hoe kunnen wij nu weer overgaan tot heldere statements, acties, ludiek, liefst? Hoe? Nou ja, goed bij jezelf zijn, hè? Daar begint het mee. Overtuigd zijn van je eigen visie en van je eigen standpunt. En vrienden worden met mensen die dat met je delen en dan daarover naar buiten treden. Kun je je vraag misschien een beetje toespitsen? Wat houd je tegen? Ja, eigenlijk... eigenlijk een hoop verdriet. Teleurstelling. Dat je zo verschrikkelijk veel botheid tegenkomt. Ja. Dat houdt mij tegen. Ja, teleurstelling en frustratie. Dat het dat die revolutie van toen, dat het minder goed is uitgepakt dan
dan we gehoopt hadden. Nou ja, ik bedoel, het zat er best wel lekker aan te komen, maar het is helemaal overwoekerd geraakt, vind ik. Door dingen die uit heel andere belangen maar telkens tot stand komen of op gang gezet worden of weet ik veel. En toch met de behoefte om weer wat meer egoïstisch te mogen zijn, heb ik het gevoel. En daar word ik ontzettend beroerd van. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Kan ik wel. Ja, dat heb ik ook wel eens een enkele keer. Maar natuurlijk, ja. Je moet erin te houden. En je moet ook niet denken van alles mislukt als er geen overtuigende, fantastische resultaten komen. Het gaat er ook om dat je voor jezelf creatief bezig bent en uiting geeft aan wat er in je leeft. En dat op zichzelf is al een succes als je dat lukt. Dat is al heel erg mooi. Nog ongeacht het resultaat in de buitenwereld. Er zijn ook wel mensen die zeggen van ja, we leven nu in zo'n verschrikkelijk moeilijke tijd. Het zit allemaal tegen en alle crisis die stapelen zich op. Met klimaatverandering, oorlog, milieuafbraak, sociale problemen. Vluchtelingenvraagstuk dat uit de hand loopt. Dat is ook wel zo. Maar tegelijk is het zo dat de mensheid heeft altijd hele grote moeilijkheden gehad. In de middeleeuwen hadden we de pest en ook de ene oorlog na de andere. En soldaten die geen soldij kregen, maar daarvoor de bevolking moesten plunderen. Tweede Wereldoorlog was een ongekende ramp. 50 miljoen mensen gedood, 6 miljoen Joden vergast. Ook hier in Nederland hele grote problemen. 2 jaar nadat ik geboren was, werd ons huis gebombardeerd. Dat zijn toch ook hele nare dingen geweest. En je had dus toen ook kunnen denken van hoe kan het ooit nog wat worden? En het is toch eigenlijk vreselijk teleurstellend dat we hadden zulke mooie idealen die er ook al in de vorige eeuwen ontstaan waren over democratie, over rechtvaardigheid, over socialisme en zo. Dat is eigenlijk allemaal uitgelopen op een grote puinhoop. En dictatuur. En we mochten nog van geluk spreken dat we met de wapens Hitler verslagen hebben. Het is in zekere zin ook een grote nederlaag geweest. Want mensen zoals de beweging waar ik toe behoorde, die waren van het gebroken geweertje. Die wilden pacifisme en helemaal niet met wapens fascisten bestrijden, maar door gesprekken, door overtuigingen, broeder niet schieten, dat allemaal bezweren. Maar ja, het lukte dus helemaal niet. Integendeel. Anarchistische beweging in Spanje die werd voorkomen verpletterd door de fascisten en door de communisten die hen zogenaamd te hulp schoten. Mensen zoals een van mijn leermeesters, Anton Constance, die hadden tientallen jaren door het land gereisd om lezingen te houden over anarchisme, over revolutie, over gelijkheid, broederschap. En ja, komt er zo een vreselijke dictator als Hitler ineens op te proppen.
En ze wisten niet meer hoe ze met die oude idealen om konden gaan, want ze zagen dat het niet werkte. Onze geestverwanten in Duitsland werden opgesloten, gemarteld en gedood. En in zo'n situatie zitten wij ook nu. Mensen zoals de kring waar ik toe behoorde, die dachten van ja, met sabotage van geweld en macht, met mooie idealen, met menselijke communicatie, moeten de problemen op te lossen zijn. Maar ja, nu komt er zo'n Poetin, die ontvoert kinderen alsof het niets is, die bombardeert steden, die stuurt golven van raketten op een land af dat nauwelijks wapens had aanvankelijk. En dan zitten wij dus met die mooie idealen en kunnen we eigenlijk niks anders zeggen van ja, dan moeten we ook maar ons bewapenen hier en sterk worden en desnoods met de atoombom klaarstaan om dat geweld af te schrikken. Dus ja, je moet flexibel zijn. En je moet vooral niet in utopisme blijven steken op momenten dat het duidelijk is dat het niet werkt. Ja, dus en in verzet komen. Ja. In verzet blijven door flexibiliteit. Ja. Van de geest, mevrouw. Ja, dankjewel ook voor het delen van dit gevoel en van het gevoel ja, van verdriet. Ja, ik vond het een mooie vraag. Ja, en het is denk ik ook een hele natuurlijke reactie op de tijd waarin we leven. Ja. En wat Roel ook vertelt, ook niet een tijd die uitzonderlijk is. Het is eigenlijk iets van alle tijden ook. Maar in ieder geval een hele natuurlijke reactie op alles wat er in de wereld op dit moment gebeurt. En daarom ben ik ook wel benieuwd, wie van jullie in de zaal voelt verdriet over de staat van deze wereld? Nou, en als u nu zo om u heen kijkt, en als we dat verdriet ook met elkaar durven delen en ook vanuit dat gevoel in verzet durven komen, dan denk ik ook dat er op die manier ook ruimte gemaakt kan worden voor dat verdriet, maar ook heel veel activisme uit kan ontstaan wellicht. Is er iemand in de zaal die op dit moment onderdeel is van een activistische beweging, die ook misschien daar even iets over kan delen? Van op welke manier ga je om met dat verdriet? Wil je daar iets over delen? Of heb je een andere vraag? Dat mag ook. Deze man hier vooraan. Hallo. Bas Roofs uit Mook bij Nijmegen. Toen ik de uitslag van die bewuste woensdag 22 november op mijn eind liet werken, toen dacht ik meteen aan de overgeërfde oorlogsherinneringen die ik nog heb van mijn inmiddels overleden ouders. Ik dacht aan hun verhalen. Ik dacht aan verhalen van andere generatiegenoten van hun die diezelfde tijd hebben meegemaakt. Ik dacht aan de dingen die ik ook over de jaren 20, 30 en 40 gelezen heb. De vraag die nu in mij opkomt, alles overdenkend, als ik kijk naar het verzet in de jaren 20, 30, 40 en vervolgens de jaren 60 en vervolgens nu, wat zouden we dan kunnen leren van al die tijden daarvoor voor de tijd van nu? Wat kunnen wij in productieve zin uit de ervaringen van toen aanwenden om nu echt effectief in verzet te komen? Nou ja, het is leuk dat je over de jaren 20 begint. Wat we daarvan hebben geleerd, is dat uit de puinhoop ineens iets prachtigs kan verrijzen. Duitsland was na de Eerste Wereldoorlog in een verschrikkelijke toestand. Het geld was niks meer waard, veel mensen waren werkloos. Werkloze soldaten die zwierven rond en droomden over de fascistische revolutie. Er was een nazi-beweging in opkomst. Maar wat gebeurde? Verstandige mensen
van socialisten, liberalen en ook gelovige mensen. Die hebben in Weimar de eerste democratische grondwet van de wereld geformuleerd en aangenomen daar in hun parlement. En er ontstond een democratische staat, de Weimar Republiek, die te maken had met grote weerstanden van mensen die terug wilden naar het keizerrijk en zoals bekend de beweging van Hitler. Maar toch, toch hebben ze iets heel moois op touw gezet. Het was ook bijvoorbeeld de eerste staat die het vrouwenkiesrecht heeft ingevoerd. Dus het is mogelijk dat vanuit wanhopige situatie die verrijst na een verloren wereldoorlog, dat er dan toch daar een mooi nieuw initiatief kan ontstaan. En dat de menselijke geest dus inderdaad vatbaar is voor positieve veranderingen, ook op momenten dat je het niet verwacht. Is dat een antwoord op je vraag? Begin van een antwoord op je vraag. Ja, goed. Ja. Meer kan het niet zijn. Ja. Ik denk dat dat inderdaad vooral wat er is gebeurd in de Weimar Republiek, daarvan zie ik eigenlijk heel veel parallel met de huidige situatie. Cultureel, mentaal en ook toen was er enerzijds een geloof aan veel vooruitgang, optimisme, democratie, hervorming. En anderzijds zag je inderdaad ook toen heel veel opkomst van restauratiedrang, populisme, fascisme. En natuurlijk, en niks is exact gelijk in de geschiedenis, maar ik zie toch wel heel veel dingen van toen waar we nu, denk ik, heel veel van zouden moeten leren. Ja. Maar ja, hoe is het verder gegaan? Toen is dus in die Weimar de Republiek ten val gebracht, is het Derde Rijk ontstaan. Maar ook dat Derde Rijk is toch verslagen uiteindelijk door de democratische landen in een coalitie met communistisch Rusland. En het eigenaardige is dat Duitsland, wat dus een dieptepunt was van een fascistische dictatuur, dat iets heeft geleerd van zijn eigen geschiedenis. Ik zal niet zeggen dat het hele volk nu doordrongen is van de lessen van de geschiedenis. Maar toch, de Duitse staat zoals die nu bestaat met deze regering, ja, die weet wel dat fascisme, dictatuur, antisemitisme, dat een uiterste kwaad is en dat dat bestreden moet worden. Daar wordt enorme nadruk op gelegd in Duitsland. En dat is iets wat niet gewoon is. Want in het algemeen leren mensen heel weinig van hun geschiedenis. He, als je in Rusland komt, dan wordt nog steeds gezegd dat Stalin een groot staatsman was. En als je dan zegt, ja, maar die miljoenen die dan in de gulags kapot zijn gemaakt, die mensen die daar zijn opgesloten op de Noordpool, op de Arctische cirkels, dan zeggen zij van, ja, maar... Oké, dat was dan blijkbaar nodig in het kader van de industrialisatie van het land. Ze komen met een of andere smoes. Het laat het niet werkelijk tot zich doordringen. En dat komt omdat de staatspropaganda steeds vertelt van Stalin was helemaal een superheld. En zo is dat eigenlijk in heel veel landen dat de mensen heel weinig leren van hun eigen geschiedenis. Maar in Duitsland is dat dus wel tot op zekere hoogte gelukt. Ik zou niet zeggen dat het helemaal zo is, want ook daar heb je dus bijvoorbeeld de AfD, die juist weer gaat roepen van ja, maar dat nazisme, dat had toch ook wel goede kanten. Ja, maar toch is het zo dat Duitsland nu een van de meest fatsoenlijke landen ter wereld is, wat ook de meeste asielzoekers heeft opgenomen bijvoorbeeld.
Hopeloos is het nooit. Het is altijd mogelijk ook een ommekeer ten goede te realiseren. En ook leren dus van die geschiedenis. Eigenlijk die geschiedenisles die we vanavond ook hier met elkaar hebben gehad. Dus neem dit ook mee in jullie ontwikkeling tot verzetsheld. Ja. En dat zullen wij ons ook, dat kunnen wij ook later met voldoening zeggen als de regering van Wilders kapot is gemaakt, is gestrand is. Exact, ja. Zijn eigen modder is gestikt. Ja, exact. Nou, groot applaus daarvoor. Absoluut. Zijn er nog meer vragen uit de zaal? Misschien ook even iemand van een andere, deze persoon hiervoor. Iemand van een andere generatie, is ook interessant. Ik vraag me af wat u nu doet, concreet, om nog in verzet te komen tegen alles wat kut is. Wat ik nu doe, concreet? Nou, ik schrijf het boek over de oorlog van Poetin tegen Oekraïne, tegen de dictatuur. En daarmee hoop ik dus mensen op de hoogte te brengen van wat er aan de hand is. Namelijk dat er een antidemocratische storm op ons afkomt, die eigenlijk alarmerend is. Het pijnlijke is dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Want ik heb met allerlei PVV-stemmers gepraat de laatste tijd. En dan zeg ik, ja, maar weet je dan wel dat je Poetin een groot geschenk hebt gedaan en Oekraïne juist een klap hebt gegeven? En dat beseffen mensen helemaal niet, daar hebben ze helemaal niet over nagedacht. In de verkiezingsstrijd is het hele thema van die oorlog in Oekraïne helemaal nauwelijks aan de orde gekomen. Wat heel wonderlijk is natuurlijk, want het is een wereldgebeurtenis. Het is de meest dramatische ontwikkeling sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa. Het is een rechtstreekse bedreiging voor ons. En samen met de opkomst van de beweging van Trump brengt dat Europa in een situatie die helemaal nieuw is. Wij zullen het waarschijnlijk moeten stellen zonder de bescherming van Amerika. Wij hebben als pacifisten in zekere zin altijd het geluk gehad dat dictators werden afgeschrokken door het Amerikaanse atoomschild. Maar dat Amerikaanse atoomschild, dat wordt steeds wankeler. Dat zie je nu al gebeuren, want Biden wilde dus opnieuw 50 miljard geven aan Oekraïne om zich te weer te stellen tegen Rusland. De Republikeinen van Trump die hebben dat tegengehouden. En als Trump straks die verkiezingen gaat winnen in november, dan zal het helemaal afgelopen zijn met de strijd van de Amerikaanse democraten om de dictatuur in de wereld tegen te houden. Want dan is het alleen nog maar America first. Dat betekent dat wij in Europa veel en veel meer zullen moeten doen om voor onze veiligheid te zorgen. En dat is niet over 10 of 20 jaar, maar dat is al in mijn optiek is dat al binnen 3 of 5 jaar bestaat de kans dat Poetin ook NAVO-landen gaat aanvallen, zoals de Baltische Staten of Moldavië. En dat het gevaar van oorlog steeds zich erbij brengt. Dat realiseren wij ons volkomen onvoldoende in West-Europa. In Oost-Europa zijn mensen daar wel vertrouwd mee. Jij komt net uit Letland. Ik weet niet of je daar gesprekken hebt gevoerd, maar daar zijn ze dat totaal van doordrongen dat elke dag kan gebeuren. Ja, absoluut. En niet ten onrechte. Ja, absoluut. Dank voor deze goede vraag. Dan hebben we nog ruimte voor ongeveer 1 vraag, ja? Oh. Wacht even op de microfoon, dan. Europa. Nog even opnieuw beginnen voor de microfoon. Europa is Europa een macht? Want wij zijn geen macht. Dus om Poetin te bestrijden, moet Europa eerst een macht zijn.
And say with that. Zijn we nog wel een macht in Europa? Hebben we genoeg macht? Ja, dat is een hele goede vraag. Europa heeft zich onvoldoende bezig gehouden met de geopolitieke strijd in de wereld. Europa heeft zich gericht op het eigen welzijn, op hoe we hier problemen voor mensen oplossen en hoe we rijker worden, hoe we gezellig kunnen consumeren. Maar heeft er niet over nagedacht wie er eigenlijk in de wereld de baas is. Op zichzelf is dat een sympathieke geestesgesteldheid, vind ik. Maar er zijn dus dictators in de wereld, zoals Xi Jinping, Poetin en Trump, die ook graag dictator willen worden, die daar totaal anders over denken. En die strijden om de wereldmacht. En die strijd om de wereldmacht, die beheerst de betrekkingen tussen de landen en die beheerst ook de sfeer waarin wij leven. En die maakt die bedreiging voor die Europese mentaliteit levensgroot nu. En dat betekent dat wij veel meer bewust moeten worden van het bestaan van die machtsstrijd. En dat wij dus een factor moeten zijn in die machtsstrijd. En dat Europa het hoofd boven water moet houden door zijn soevereiniteit te beschermen. Het lijkt alsof ik een soort staatsman geworden ben. Maar het is toevallig wel zo. Van anarchist naar staatsman. Ja. Nou, dat is een heel mooi moment inderdaad om ook hier af te sluiten. Er zijn nog heel veel vragen ook in de zaal, maar Roel is hier straks nog eventjes misschien, om als je nog een hele dringende vraag heeft. Heel veel dank aan jou, Roel van Duin. Ik wou nog wat zeggen. Ja, heel goed. Ja. Ik heb uit rouw heb ik een boekje geschreven over mijn zuster Lucie. Die was kunstenares. En die is eigenlijk een grote inspiratiebron voor mij geweest. Op de voorpagina zie je mij met haar. Die was 10 jaar ouder dan ik op de Lavermeerdervoort in Den Haag staan, terwijl de Canadese tanks de stad binnentrekken. In mei 1945. En ik heb haar leven beschreven in relatie met mij. En haar schilderijen staan ook in het boekje. Dus kunnen jullie van mij kopen voor €19,66? Die prijs vanwege het provojaar 1966. Die kreeg ik vandaag van mijn uitgever. Dus wie er belangstelling voor heeft, die komt mij even op mijn schouder tikken en dan schrijf ik er graag iets voor je in. Het zijn genummerde exemplaren met een heel beperkte oplage. Hartelijk bedankt, mijn zus Lucie. Ja. Hartelijk applaus voor Roel van Duin. Heel veel dank dat jullie er vanavond waren. Dan rest mij nog één ding om te zeggen, namelijk dat je vriend kunt worden van Pakhuis de Zwijger. Je kunt een wekelijkse, een maandelijkse of een jaarlijkse betaling doen, of een eenmalige betaling. En dat kan door naar de website te gaan of deze QR-code te scannen. We gaan nog deze avond afsluiten door nog één keer naar de Mama van Jente te luisteren. Dat is de geweldige band waarmee we dit programma ook zijn geopend. En Roel en ik nemen hier afscheid van jullie en willen jullie ontzettend hard bedanken. Graag. Fijne avond. Jullie ook voor jullie aandacht en deelname aan het gesprek. Ik vond het erg leuk.
Thank you.